En als je langdurig in armoede leeft, dan kan je eigenlijk nooit iets vieren. Arme mensen uit Nijmegen kunnen lid worden van Stichting Quiet. Deze organisatie probeert armoede te verzachten door de leden iets extra's aan te bieden. Dit jaar zet Nijmegen Culinair zich in om hen van een heerlijk kerstdiner te voorzien. Het doel van de campagne is om alle gezinnen die bij Quiet aangesloten zijn, alle huishoudens, om die een onvergetelijke kerst te geven. Dus het liefst willen ze een uitgebreid kerstdiner geven bij alle deelnemende restaurants. Maar als door corona dat niet mogelijk is, gaan we de kerstdiners bij mensen thuis bezorgen. Irene is een van de leden van Quiet. Ze zit in de bijstand en door medische problemen kan ze nooit meer aan het werk. Ze leeft van €50 per week en is ontzettend blij met de kerstactie. En dat we nou weer mogen uit eten. Dat doet mij zo goed, want ja, ik kon gewoon, dat mag je eerlijk weten. Ik kan 3 keer in de week kan ik eten voor mezelf maken, koken. En de rest eet ik allemaal tosti's, crackertjes, weet je. En ik wil ook wel eens naar de kapper en dat heb je bij Quiet ook wel eens. Dat je naar de kapper kan. Dat je dus uitgenodigd wordt om een gratis knipbeurt of wasbeurt of weet ik. En dat is gewoon fijn, want je kunt het gewoon niet. Het is belangrijk dat we dit doen en dat Culinair Nijmegen dit doet. Omdat we in een cultuur leven waar mensen iets vieren met eten, met uiteten. En als je langdurig in armoede leeft, dan kan je eigenlijk nooit iets vieren. Ook de feestdagen zijn altijd schraal. Dus het is zo ontzettend belangrijk dat mensen die dat normaal niet kunnen betalen, nu ook de kans krijgen. Het effect is dat ze zich erbij voelen horen, dat er iets is waar je op verheugt, dat je ergens blij van wordt. En dan vergeet je toch even die geldzorgen. Het doel is om alle mensen van Quiet dit te geven. Dus dat gaat om ruim 700 kerstdiners. Dus daarmee helpen we ook de horeca, die waarschijnlijk ook weer heel veel naar takeaway moet. Maar tegelijkertijd kunnen we die mensen dan echt iets geven. En daar laten we het niet bij. Dus we gaan na deze campagne ook op structurele basis aan Quiet doneren.